Hoi meneer. Hoi. Hij negeert me, hij negeert me gewoon. Hoi meneer. Hallo. Wat komt u doen? Ik kom een paar foto's maken. Oh. Ben je mee aan het filmen? Ja. Samen. Ja, sta je ook? Sta je ook? Ja. 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 Samen. Want we wouden... Je hebt getoond. Ja. Dat is leuk. Heel erg. Nu ga je straks proeven. Ja. Ja. U gaat ook. U gaat ook proeven. Ik ga misschien ook proeven. Ja. Mijn foto's maken. Dank. Oké, dankjewel. Ja, dat is een mooi verhaal. Maar volgende keer echt proeven. Even lezen. En een beetje onthouden. Hè? Dus u gaat presenteren. En dit voorlezen. Ja? Even te proeven. Opslaan en dan vertellen. En dan vraag ik aan je. Goedemorgen mensen, dit is het verslag van Ivaira en Hassan en Shivan. En nu ga ik vragen. Wij moeten even stoppen, want we moeten naar die. Goedemorgen alle mensen. Naar dit filmpje kijken. Dit is de film van Vaira, Moesra, Kamera, Hassan en Shivan. Ik ga een paar vragen stellen aan hun. Waar zijn jullie eigenlijk mee bezig? We moeten ook wel informatie over de olijfolie. Van wie moest je die olijfolie zoeken? Mevrouw Pino. Wat hebben jullie allemaal gevonden? De dingen waar het vandaan komt. Ja, waar van de tuin. Ik kom dit plant aangaan. Mag ik nog iets vragen? Hé. Vind je het wel leuk is om olijfolie om dingen over olijfolie te vinden? Ja, dat is wel. Ik vind dit wel waar van deze olijfolie. Spanje en Italië. Meestal uit Spanje. Die komt ook uit Spaans. Dit is Spaans. Deze. Mooi. Mijn olie extra. Olie dingen extra. Mag ik nog iets vragen? Heb je misschien ook al recepten? Nee, nog niet. Oké. Dit was het verslag van Ivaira, Juan en Hassan. Toedeloe. Toedeloe. Ik wil maar. Volgende. Dag. Ben je aan het filmen? Ja. Oké. Zoals je ziet, wij zijn de Cooking Boys and Girls. En dit zijn de namen van de Cooking Boys. Wij moeten zoeken ook een olijfolie. Ja, je ziet het eigenlijk niet zo goed, maar olijfolie is een plantaardige olie die door persing uit olijven de vruchten van de olijfboom wordt gewonnen. De mensheid is al lang met olijfolie bekend. De oude gegevens tonen aan deze al 400.000 jaar voor Christus gebruikt werd. Op 1012 voor Christus brachten de Fenciërs de olijfboom verschillende toepassingen. Wat moet ik eigenlijk doen? Ik ga even een vrouw. Zo maar even. Ach, goed joh.